Voorzitter, het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken uit de corona-uitbraak. Maar één ding durf ik wel te zeggen. Deze crisis laat ons zien wie wij ten diepste als mensen en als samenleving zijn. Geen homo economicus, maar een homo empathicus. Iedere oplossing die wordt aangedragen voor deze crisis gaat uit van samenwerking. Samenwerking tussen ziekenhuizen in Den Bosch en Breda. Samenwerking tussen wetenschappers uit Nederland en alle delen van de wereld. Niemand heeft het over het belang van concurrentie om uit deze crisis te komen. Onthoud dit. Iedereen van jong tot oud benadrukt het belang van solidariteit. Van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Niemand heeft het over eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en werknemers die zonder inkomen zitten. Onthoud dit. Voor eens en altijd is duidelijk wat de cruciale beroepen in onze samenleving zijn. Verpleegsters, onderwijzers, schoonmakers. Er is geen tekort aan aandeelhouders, aan managers, aan CEO's. Terwijl er de afgelopen jaren juist op deze vitale beroepen is bezuinigd. En aandeelhouders en CEO's er meer bij hebben gekregen. Onthoud dit. Wie heeft de afgelopen week iemand horen zeggen dat de economie belangrijker is dan onze gezondheid? Het is volstrekt helder dat de gezondheid van mensen om wie wij geven, de gezondheid van onze samenleving belangrijker is dan economische groei, winst of aandeelhoudersdividend. Social distancing is voor velen moeilijk. We vinden het erg dat we minder sociale contacten hebben of niet kunnen reizen. We missen het contact. Een arm om je heen. De omhelzing van mensen die om elkaar geven. De onverwachte ontmoeting met een vreemde. We missen niet de ruzie en de opgestoken middelvinger in de file. We maken ons allemaal zorgen. We kennen allemaal wel een ouder iemand of juist een jong iemand die ernstig ziek is en daardoor extra kwetsbaar. Ik hoor niemand klagen over moslims of over christenen. Over of iemand samenwoont met een man of juist houdt van een vrouw. Als dit virus ons één ding leert, dan is het wel dat we allemaal mensen zijn. En als dat het er echt op aankomt, we allemaal kwetsbaar zijn. Het applaus van gisteravond vond ik ontroerend mooi. Maar ook een beetje pijnlijk. De mensen voor wie wij met z'n allen klapten, waren altijd al het kloppend hart van onze samenleving. En eindelijk kregen ze de erkenning die ze verdienden. En dat moeten we ze ook geven als deze crisis voorbij is. Het is zeer terecht dat wij de helden die onze samenleving draaiende houden steunen en prijzen. Maar ze zijn niet de enigen die onze steun op dit moment hard nodig hebben. De eerste berichten bereiken me van mensen die hun doodzieke familieleden niet kunnen bijstaan in deze tijd. De eerste berichten bereiken me van begrafenissen, waarop mensen elkaars hand niet kunnen vasthouden. En we zetten alles op alles om deze internationale gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Maar we mogen al deze crisis op kleinere schaal niet vergeten. Mensen wier behandeling wordt afgezegd. Mensen die niet meer naar de psycholoog of psychiater kunnen. Die hun sociale of financiële vangnet zien verdampen. Mensen voor wie de thuissituatie het noodgedwongen thuiszitten tot een verschrikking maakt. Vergeet de survival of the fittest. Survival of the kindest. Dat is waar het om draait. We moeten elkaar helpen, elkaar steunen, naar elkaar luisteren. Want voor hen kan het voelen dat het licht even niet meer schijnt. Alsof de wereld om hen heen, alsof de aarde donker is geworden. En voor al die mensen zet ik vanaf vanavond een kaarsje in mijn vensterbank. Omdat ook voor deze mensen het licht nooit mag doven. Voorzitter, dit virus is geen Chinees virus, of een Frans virus, of een Nederlands virus. Het is een wereldwijde pandemie. We zitten allemaal in dezelfde boot op de onvoorspelbare zee die we klinisch COVID-19 noemen. En we zullen allemaal op onze eigen manier moeten roeien met de riemen die we hebben. En de vraag die we elkaar nu moeten stellen is niet
Waar kom je vandaan? Wat is je politieke kleur? Wat is je geloof? De enige vraag die nu telt is: heb je hulp nodig?